Hey allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een soort van full face first impressions voor jullie. Het is vooral lekker een make-up look waar ik gewoon een beetje ga kletsen over de producten. Niet zozeer een update, want ik heb eigenlijk niet heel veel spannends te vertellen. Ik vond het gewoon lekker om er even een beetje te gaan trutten. Onder andere de nieuwe No Filter Concealer van Colourpop ga ik testen in deze video. Ik heb ook de nieuwe kwasten van Colourpop. De highlighter, de pressed highlighter. En nog wat andere leuke producten, waaronder een primer van Jouer, waar ik zelf ook heel erg benieuwd naar was. Dus als je benieuwd bent naar deze video en welke producten ik getest heb en wat ik van de producten vind en hoe ik deze look gemaakt heb, blijf dan zeker kijken, want hier komt de video. Zo, nou ik kom net lekker uit de douche vandaan. Ik heb mijn gezicht lekker al helemaal gereinigd, dus het is tijd voor een lekker make-upie. Ik heb hier verschillende nieuwe producten voor me liggen, ook producten die ik alweer een tijdje gebruik. En ik vond het leuk om weer eens een keer even een update te doen, wat ik nu momenteel gebruik en ook nieuwe producten. Ik weet niet hoe ik deze video helemaal ga noemen, want het is niet echt full face first impressions, want de helft gebruik ik eigenlijk al. Maar er zijn ook wel wat producten die ik wel heel erg fijn vind en natuurlijk wat nieuwe Colourpop producten die je al in de unboxing hebben kunnen zien. Nou, ik ga allereerst beginnen met een primer. Ik gebruik de Anti-Blend Matte Primer van Jouer. Die heb ik een tijdje geleden besteld bij Cult Beauty. Nou, anti-blemish, het zegt natuurlijk al, het zorgt ervoor dat je je breakouts niet verergert. En hij houdt mijn gezicht mooi mat. Op zich is mijn huid relatief rustig. Alleen, ja, mijn kin heeft echt een lekker breakout. Ja, en mijn wangen zijn gewoon vrij gevoelig voor puistjes en dat soort dingen. Ik moet zeggen, deze primer heeft volgens mij wel een beetje siliconen in. Hij is in ieder geval oil-free en er zit salicylzuur in. Vitamine E, ginseng, allerlei verschillende plantenextracten. Hij is hyperallergeen. Oh, is parabenen- en siliconenvrij, sorry, en parfumvrij. Ik vind het wel een hele fijne primer, serieus. En hij was ook niet zo heel erg duur. Dus als je nog op zoek bent naar een goede primer voor, ja, een beetje acne-gevoelige huid, dan is deze echt wel serieus heel fijn. Ik zal even alle producten waar ik, wat je lastig in de winkel kan kopen, even in de beschrijving linkjes zetten naar de website, zodat je die zou kunnen bestellen. Cult Beauty is namelijk een webshop, die is Engels, dus je hoeft geen invoerkosten te betalen. En het is meestal binnen een week zoiets binnen, dus echt best wel netjes. Als foundation gebruik ik op het moment een super balanced make-up van Clinique. Ik vond het wel erg belangrijk. Ik kreeg ook een tip van de schoonheidsspecialisten waar ik momenteel naartoe ga. Om make-up te gebruiken op waterbasis. Zodat je huid wel wat meer kan ademen. Kijk, ik ben gewoon heel eerlijk. Zo min mogelijk make-up is alleen maar beter. Maar zoals jullie weten, ik ben haarstylist. Ik werk in de beautybranche. Ik vind gewoon echt het niet kunnen om zo de deur uit te gaan. En ik vind het ook gewoon niet prettig. Dus vandaar dat ik het wel fijn vind om een beetje make-up op te doen. Dit is op zich wel een redelijk goede dekkende foundation. En hij is dus op waterbasis. En ik heb wel het idee sinds ik deze gebruik dat als ik een paar breakouts krijg, dat het best wel meevalt. Dat het niet zo heel erg is. En ik ga met de Sigma Round Kabuki dit vervagen over mijn gezicht heen. Momenteel gebruik ik ook liever een kwast hiervoor om er iets meer dekking uit te krijgen. En je zal best wel zien dat deze foundation niet volledig alle onzuiverheden camoufleert. Maar wel op een hele natuurlijke manier de huid meer egaliseert. En dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Echt serieus een hele fijne foundation. Ik heb trouwens nummertje 03 als ik het goed heb. Ja, de kleur Ivory is voor mij perfect. Dus als je een beetje... kijk, wat voor kleur had ik ook weer van MAC? Volgens mij ben ik een NW20. Dan zit je op zich al met nummer 3 wel goed. Een beetje vervagen naar mijn nek toe. En hij heeft er wel, hij is er maar wel olievrij, maar ik vind wel dat hij mijn huid een hele mooie glow geeft. Dus ik vind het wel gewoon healthy uitzien. Nou, ik heb dus 2 concealers van Colourpop. Eentje voor onder de ogen, dat is de lichtste kleur, dus nummer Fair. Dat is deze en die is echt licht. Echt licht, dat ik achteraf zoiets had van, misschien een beetje te licht. En ik heb nummer 30, medium. En medium is veel te donker voor onder mijn ogen. Dus ik had die een beetje bedacht op puistjes. Ik denk dat het om gaat hangen of die niet te donker is. Ik ga deze eerst even gebruiken. Nou, zoals je al verteld hebt in de boxing, heeft het dus een beetje een platte applicator. Ik ga deze gewoon aanbrengen op puistjes. Nou, vooral hier en een beetje op mijn wangen vind ik het wel het ergst. Ik moet zeggen, er komt wel veel product van de applicator af. Normaal moet ik echt dip smeer. Nou, absoluut niet. Dus dat ziet er goed uit. Ik ga dit vervagen met de Zuva Buffer, de nummer 104. En dat ga ik echt een beetje met bouncy bewegingen doen. Ik ga heel even de spiegel erbij pakken, dat ik een beetje close-up kan kijken wat er gebeurt. Die op mijn kin zijn momenteel een beetje droog.
En je ziet wel dat die concealer hem wel iets accentueert dat droge, zeg maar. Dus dat is wel... Hij is zeg maar erg mat. Dus op puistjes, als je een beetje schilferig huid hebt, wat ik dus op het moment een beetje heb door die acne, vind ik het niet zo heel erg mooi. Maar it's not bad. Gewoon een beetje vervagen. En ook dit doe ik gewoon met een kwast, zodat ik goed die dekking erin hou. Ik moet zeggen, ik vind hem echt niet verkeerd. Serieus niet. Ik denk wel dat dit meer een concealer is voor onder de ogen. Ik ga natuurlijk zo meteen nog even de fair testen. Op het eerste gezicht, ja, het ziet er goed uit. Ik vind dat mijn huid er nu gewoon fris uitziet. Als ik een beetje concealer onder mijn ogen heb en ik ga poederen, is het voor mij al gewoon genoeg. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe die onder mijn ogen gaat bevallen. Je hebt ook nog een fair neutral. En ik, zo, die is echt licht. Ik twijfel heel erg tussen die twee. Uiteindelijk ben ik voor fair gegaan, omdat ik het wel mooi vind als die echt al wat lichter is. Wauw, het is gewoon bijna wit. Ik denk dat fair neutral misschien een slimmere zet was. Nou ja, ik ga dit vervagen met mijn beauty blender. Nou, highlighten, dat zal hij absoluut doen. Dat doet hij absoluut. Dus dat is ook alweer heel fijn. Ik vind wel dat hij op het randje zit van niet te licht. Ik denk dat voor mij persoonlijk qua kleur de fair neutral beter was geweest. Het contrast tussen mijn foundation en mijn concealer wordt nu namelijk best wel groot. Maar ik ben zelf gewoon niet zo'n contour die ook heel de neus en de kin allemaal gaat meenemen met concealer. Maar als je dat zou doen, zou je wel een mooier geheel krijgen. Ik ga natuurlijk ook nog poeder opdoen, dus dan blendt het wel mooi in elkaar over. Hij ziet er gewoon goed uit. Dekking is gewoon prima. Dus ik ga nu gewoon even afpoederen. Ik gebruik daar nog steeds mijn poederen Universel Libre voor van Chanel. Gewoon een hele fijne losse poeder. En ik ga met het sponsje eerst onder mijn ogen. Een klein beetje baken, maar ik doe het niet heel lang erop te laten zitten, zeg maar. Maar ik laat het niet zo lang in zitten, want ik ga nu mijn voorhoofd eerst doen. Daar glim ik altijd heel snel aan de zijkant van mijn neus. En mijn kin. En ook een beetje waar ik een beetje die breakouts heb, zodat het dan goed blijft zitten allemaal. Dan pak ik mijn poederkwast. Dit is de Real Techniques Powder Brush. Dan ga ik eerst even mijn voorhoofd een beetje verdelen. En waarom druk ik het met het sponsje erin? Zodat ik gewoon wat meer die poeder in mijn huid kan drukken, waardoor het echt al matter blijft. Zeker vandaag, ik ga vandaag op training, wil ik wel gewoon dat het de hele dag goed zit. Dus vandaar dat ik het wel gewoon fijn vind als het er goed in zit. Ga ik nu de D-Slick gebruiken van Urban Decay. Lekkere setting spray. Oké, nu ga ik even heel goed close-up kijken hoe de concealer eruit ziet. Ik gebruik soms ook wel eens van Clinique de Even Better Concealer. Volgens mij bestaat deze nu niet meer. Maar die gebruik ik ook wel eens op puistjes. Omdat die zeker in combinatie met de Super Balanced Foundation heel mooi blendt. Ik vind voor op puistjes vind ik de No Filter Concealer no-go. Voor mij in ieder geval. Hij dekt niet volledig al die roodheden weg. En het is best wel een beetje droog. Dus ik ben niet heel blown away van het resultaat. Onder mijn ogen, jammer is gewoon dat hij gewoon echt een beetje te licht is. Maar dat is mijn fout. Dat ligt niet aan deze concealer. Je ziet ook op camera dat het echt lijkt of ik hier best wel wit ben nu onder mijn ogen. Maar ik vind wel dat hij gewoon goed dekt. Dus dat doet hij zeker wel heel erg goed. Ik ben niet heel positief over het resultaat. Ik ga nu even de rest van mijn make-up doen. En dan gaan we straks, als ik helemaal klaar ben, even goed kijken. Dan heeft het een tijdje opgezeten hoe dat hij dan zit. Dan ga ik verder met mijn ooglook. Ik ga even oogschaduwbasis opdoen van Urban Decay. Die original. Dat is nog steeds mijn favoriete oogschaduwbasis. En echt, je doet zo lang met die tube. Echt niet normaal. Ik heb nu die allernieuwste verpakking, zeg maar. Waar dus een tube is en dan een applicator in zit. En dan doe je er al helemaal lang mee. Want die tube kan gewoon helemaal uitknijpen. Als die daar leeg is en ik kan niet met de applicator meer bij het product kopen, kan ik gewoon heel die tube leeg knijpen. Dus het is echt wel heel goed gedaan. En ook super zuinig in gebruik daardoor. Dan ga ik met het Marc Jacobs Blackware potlood een beetje tijdlijnen. Ik draag tegenwoordig bijna nooit meer everyday echt heel veel winged liner. Dit potlood is trouwens ook echt zwart, dus ik heb het echt bijna niet meer nodig. Maar dat tijdlijnen doe ik eigenlijk nog steeds wel elke dag. Dan ga ik mijn wenkbrauwen doen. Ik gebruik nog steeds de producten van Benefit. Vind ik echt gewoon heel fijn. Ik borstel ze eerst altijd even helemaal omhoog. En dan gebruik ik sinds kort, want die heb ik eerst niet gebruikt, de Goof Proof Brow Pencil. Dit is nummertje 2.
En dit is echt een heel fijn potloodje, omdat ik... Ja, ik heb op zich wel wenkbrauw van mezelf. Alleen wil ik ze gewoon net iets sterker aanzetten. En dat gaat heel makkelijk en snel en strak met dit potlood. Ik pak de platte kant en kleur de voorkant in. Soms pak ik net even een extra lijntje aan de onderkant. En vooral het hoekje wil ik gewoon net even een beetje inkleuren. En that's it. Ik vind dit gewoon prima voor mijn wenkbrauwen. Dan borstel ik ze even door. Ik heb een tijdje geleden natuurlijk mijn wenkbrauwen laten waksen bij Benefit. Was ik echt heel erg blij mee. En wil je dit ook een keer laten verven. En dat was ook echt wel weer een ervaring op zich om dat gewoon een keertje te proberen. Dat is echt wel een aanrader om een keer te doen. Ik gebruik de Ready Set Brow nog steeds. Dat is de brow gel. Die vind ik echt, dat is echt de allerfijnste wenkbrauwgel die ik ooit heb gebruikt. En hij gaat ook gewoon maar niet op. Het is echt serieus een hele fijne wenkbrauwgel. En ook de highbrow is nog steeds een heel geliefd product. Die breng ik aan onder mijn wenkbrauwen. En serieus, kijk hoe klein dit potloodje inmiddels is geworden. Als je de video nog hebt gezien dat ik een brow kit ging testen van Benefit. Nou, dat is dus waar dit product onder andere in zat. Gebruik ik nog steeds. Zo maak je en je wenkbrauwen wat strakker. Het is iets cleaner. En ja, ze zijn ook gelijk een beetje gehighlight. Vind ik echt gewoon een hele fijne manier. En ook als ik bijvoorbeeld geen oogschaduw op doe, wat bijna nooit voorkomt, dan heb je op deze manier toch wel een wat openere blik. Even kijken, dan ga ik het It Was All a Dream product palette, wou ik zeggen, pakken van Colourpop, waar al mijn pressed shadows in zitten. Die heb ik dus helemaal gevuld met al mijn pressed shadows. Gebruik ik de kleur Hear Me Out onder mijn wenkbrauw. Dat is een matte highlighter. En een beetje op mijn ooglid, zodat alles straks mooi blendt. Nou, ik heb een nieuwe Super Shock Shadow onder andere besteld in de kleur Deep Dive. Die ga ik vandaag gebruiken. En ik ga even een beetje een simpele ooglook maken in mijn arcadeboog, zodat ik een beetje een goede basis heb. Even kijken, ik ga de kleur, hoe heet je? Golden Gate Bridge gebruiken. Volgens mij komt die uit het Sonja Esmond paletje. Die breng ik aan in mijn arcadeboog. Zo. Tegenwoordig vind ik het ook gewoon mooi om een paar matte kleuren te gebruiken in mijn arcadeboog. Vooral die van Colourpop vind ik heel erg fijn. Sinds ik trouwens al deze oogschaduwen ook heb, heb ik mijn Makeup Geek oogschaduwen ook bijna niet meer aangeraakt. In ieder geval alleen de matte kleuren nog maar. En ik vind het ook zo grappig om te zien dat vroeger ik helemaal niks met mat had. En tegenwoordig kan ik echt niet meer zonder. Nu ik zoveel matte kleuren heb, ben ik ook gewoon echt voorzien voor de rest van het leven. Want dit gaat gewoon nooit op. En het werkt gewoon heel fijn. Dan ga ik met de kleur ernaast. Kijk, hoe heet jij? Dat is Conundrum. Die kleur. Een klein beetje mijn buitenste ooghoeken iets donkerder maken. En echt een heel klein beetje, want hij is maar een tikkie donkerder. Gewoon net even iets meer diepte erin leggen. En weer blenden. Op deze manier krijg je gewoon een hele makkelijke, simpele ooglook. Want in principe zou het ook gewoon zo kunnen. En dan zou je ook gewoon een lichte kleur kunnen opdoen. Maar ik ga nu voor de Super Shock Shadow in de kleur Deep Dive. En deze ga ik aanbrengen, waar ben je, met de nieuwe kwast van Colourpop. Om te kijken of dat het goed product oppakt of juist niet. Hij is nu nog zo mooi clean. Moet hij daar helemaal bruin? Nou ja, daar gaat hij. Hij pakt goed product op. Ik ben benieuwd of dat hij het ook mooi aanbrengt. Oh, nou, ik moet zeggen, hij pakt het er wel goed op. Ik zeg heel eerlijk, met je vinger heb je denk ik wel iets meer pigment nog. Maar goed, dit was maar één laagje. Er zit wel kleur op mijn ooglid. Het is niet dat ik alleen maar glitter zie. Dus hij brengt het wel goed aan. Alsnog zou ik denk ik liever mijn vinger gebruiken voor nog iets meer pigment. Dus ik ga de andere kant toch even met mijn vinger doen. En met de kwast zo meteen het een beetje in model zetten. Want je vinger is natuurlijk vrij rond en je ooglook is dat niet. Dus breek het gewoon zo aan. Ook die kant nog iets meer. Ik vind het trouwens wel echt een hele mooie kleur zeg. Wauw. Hoe kan een zo simpele medium brons kleur zoveel kleuren in zich hebben? Echt super mooi.
Ja, en dan met deze kwast een beetje het in model brengen. Nou, dat doet hij in ieder geval wel heel goed. En je kan het natuurlijk sowieso ook gewoon voor de pressed shadows gebruiken. Dan heb ik natuurlijk hier ook nog de pressed powder highlighter. Die ga ik natuurlijk straks ook op mijn wangen aanbrengen. Maar ik wil ook een beetje een inner corner glow. Dus ik ga deze ook aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken. Dit is de kleur Hair Kitty Kitty. Hele mooie lichte, beetje peachy-achtige champagne tint. En ik ga met de, hoe heet je ook alweer, de Luxe Pencil kwast van Zuffa. Deze aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken. Het is echt een beetje een champagne-achtige mix tussen een beetje warme tint, maar ook niet te warm, zeg maar. Hij is wel blinding. Ik denk op je jukbeen dat hij echt wel op doet. Ja, mooi. Goed pigment ook. Ik ben benieuwd dat hij dadelijk op mijn wangen staat. Ik ga eerst even mijn wimpers krullen en daarna ga ik de Better Than Sex mascara gebruiken van Too Faced. Die gebruik ik op het moment. Hele fijne mascara. Okay, eens even kijken. Dan is het tijd voor bronzer. Nou. Dit is nog steeds echt een grote favoriet, gebruik ik elke dag. Toevallig is gisteren de video online gekomen over deze kwast. En ja, echt wel een hele fijne kwast, serieus. Kost wat, maar dan heb je ook wat. En nog steeds de geliefde Hoola bronzer. Ik heb nog steeds geen pen geraakt, hè. Terwijl ik hem echt wel al een tijdje dagelijks gebruik. Ik merk wel dat als ik nu bronzer opdoe, dat gelijk die concealer weer... Wat levendiger daar zit. Hij is toch best wel heel erg licht. Ik vind dat echt wel jammer. Maar dat is natuurlijk gewoon mijn eigen fout. Nou ja, fout. Het is wel gewoon slim om er niet te veel van aan te brengen. In ieder geval. Of te mengen met mijn andere concealer. Momenteel gebruik ik niet zoveel blush. Omdat ik het eigenlijk van mezelf al een beetje heb op het moment. Vind ik het gewoon niet zo heel chill. Dus ik ga gewoon lekker highlighter aanbrengen. En dat ga ik doen met mijn nieuwe Colourpop brush. De Small Fluff Brush. Echt een heel mini, mini small blush. Blush kwastje, nee. Highlighter kwastje. Macy JC Beauty was er heel erg fan van. Daarom dacht ik, oh, die moet ik ook hebben. Dus ik breng het aan. Ja, het brengt wel fijn aan. Omdat hij niet zo heel breed is. Ik doe een klein beetje onder de wenkbrauw. Wel echt dat maantje zo. Ik vind het niet een hele bijzondere highlighter qua kleur, maar ik vind het wel op zich een mooie gepigmenteerde highlighter. Nog een lekkere fresh look. Klein beetje op mijn neusbrug en natuurlijk mijn cupidoboogje. Kwast is top, serieus, hele fijne kwast, echt heel blij mee. Highlighter is op zich gewoon heel fijn, geeft een mooie glow. Het is niet een hele bijzondere kleur, ik heb natuurlijk best wel wat highlighters. Ik heb alweer een paar andere kleuren op het oog, die ik ook erg mooi vond. Maar Hair Kitty Kitty is absoluut goedgekeurd, mooie kleur. Even kijken, dan hebben we als laatste de lippen. En ook daar heb ik toevallig nog iets nieuws voor. Ik wil deze eigenlijk bewaren tot ik het palet ook ging gebruiken. Maar ik kon het gewoon niet laten. Ik dacht, ik wil hem gewoon vast opdoen. Dit is de Ultra Satin Lip uit de Femme Rosa collectie. Ik ga eerst nog even mijn lipliner doen. Dit is Primrose van Aveda. Hele fijne lipliner. Dan is dit de uiteindelijke look. Ik heb natuurlijk vooral wat nieuwe producten gebruikt. En die ga ik kort nog even met je doornemen. Of dat ik ze wel fijn vond of niet fijn vond. Of ik ze vaker ga gebruiken of absoluut niet. Ik ga gewoon even wat nieuwe producten langs. In principe gewoon een beetje de producten die ik ook nog nu niet helemaal first impression zijn. Maar wel even wil benoemen. Dat is allereerst de primer van Jouer. Ik gebruik deze nu denk ik een kleine 2 weken. En ik merk echt dat mijn huid hier gewoon goed op reageert. Het is zeker niet snel geïrriteerd als ik deze primer eronder heb gedaan. Ik heb namelijk de tip gegeven van mijn schoonheidsspecialist om niet te lang met foundation op te lopen als het niet nodig is. Dus zodra ik thuis kom, make-up eraf en iets anders gaan doen. En ik merk wel dat deze primer daar goed bij werkt. Dat mijn huid er niet extra geïrriteerd door raakt. Dus dit is echt wel een hele fijne primer. Ik weet toevallig dat ze er nog eentje hebben. Daar heb ik zelf verder geen ervaringen mee. Maar deze is echt absoluut goedgekeurd. Nou, dan is de foundation die ik gebruik ook nog niet zo heel erg nieuw voor mij. Ik gebruik hem alweer een tijdje. Maar ik wil echt even benoemen hoe fijn deze is. Wow, daar ging de zon. Nou, het is gelijk een stukje donkerder. Oké. En dit is gewoon echt een hele fijne foundation. Goed voor je huid. Absoluut niet heel erg irriterend. Mooi op te bouwen. Je kan er echt wel goede coverage mee krijgen. Maar ook op de dagen dat je niet zoveel make-up op wil doen, is hij gewoon heel erg fijn. En ik vind het doosje leuk. Dus daarom bewaak ik hem in het doosje. Dan de No Filter Concealer van Colourpop. Ik denk dat dit wel het populairste product is van Colourpop op het moment. Qua hoe mensen erover denken. Excuus voor het licht. Het gaat echt aan, uit. Excuus.
In ieder geval, de concealer van Colourpop dus. Ik ben niet heel erg onder de indruk. En ik wil gewoon heel graag eerlijk met je zijn. Want om deze concealer te kopen is niet duur. Maar om hem hier te krijgen is wel wat duurder. En het is niet dat ik nou zoiets heb van wow, die moet je echt hebben. Voor de prijs absoluut wel. Het is echt een goedkope concealer. En het resultaat is mooi. Helaas is Fair gewoon echt best wel licht. Dat is goed om te weten voor de meiden die echt een hele lichte huid hebben. Dat deze dus licht genoeg is voor onder de ogen. Voor puistjes en dingetjes vind ik hem niet heel fijn. Je ziet er echt nog wel wat dingetjes doorheen. Maakt me nu niet heel erg veel uit. Maar daar vind ik hem wat minder fijn voor. Misschien dat ik ook nog met deze een beetje zou kunnen shapen op een hele natuurlijke manier. Omdat hij iets donkerder is dan mijn eigen kleur. Maar niet heel erg. En dat geldt ook voor deze. Je kan er ook gewoon goed mee contouren. Maar ja, als je niet heel vaak bij Colourpop bestelt en je wil voor deze concealer per se bij Colourpop bestellen, zou ik zeggen, doe niet per se. Het is niet wauw. Kom je ze toevallig tegen en wil je ze graag proberen, dan is het wel het proberen waard. Lang verhaal kort gemaakt, half duimpje. De oogschaduw, nou, de kleur Deep Dive is dat dus. Hele mooie kleur, gewoon een mooie basic bruine kleur met heel veel verschillende glittertjes. Maakt eigenlijk elke bruine look zoals je ziet helemaal af. Dan wordt natuurlijk in de binnenste ooghoeken en als highlighter hier Kitty Kitty gebruikt. Ja, mooie highlighter. Absoluut ook weer voor de prijs. Want Colourpop is gewoon niet zo heel erg duur. Ziet er gewoon mooi uit. Leuk doosje. Brengt fijn aan. Het is niet een hele bijzondere kleur. Maar in gebruik is die wel gewoon heel fijn. En hij is best wel blinding. Dus dat doet hij echt wel heel erg goed. En natuurlijk als laatste de Ultra Satin Lip in de kleur Mrs. Ook een hele mooie kleur. Lekker frisse roze tint. Misschien niet heel erg een najaarstint. Aangezien we toch alweer bijna richting de herfst gaan. Maar wat mij betreft gewoon een perfecte kleur voor iedere dag. Ik hoop dat ik jullie weer genoeg informatie heb kunnen geven over deze nieuwe producten. Ik zal van alle producten die wat lastiger te krijgen zijn, zoals Chouet, Colourpop. Even kijken of ik nog meer gebruikt. Vandaar in mijn Colourpop, ja. In ieder geval, daar zal ik even wat linkjes van in de beschrijving zetten, zodat jullie ze makkelijk kunnen bestellen. En dan wil ik jullie weer heel bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op Sharkademy en mijn video's gewoon super leuk vinden en ervoor willen zorgen dat ik binnenkort de 1000 abonnees haal, want het zit er echt aan te komen. Ik geloof het bijna niet, maar het is echt zo. Ram dan even op die knalrode abonneerknop. En als je het leuk vindt om ook notificaties te ontvangen, klik ook even op het belletje. Dan zie je dat ik weer een nieuwe video heb elke zondag. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer! Doei!